Een groep van ongeveer 10 à 12 man is met elkaar in gevecht. Ik versnel de bus en stop voor de groep. Bij het tot stilstand komen zie ik een jongen hard op het hoofd van een ander slaan. Dit is mijn verdachte. Ik spring de auto uit en Naomi doet rechts van mij hetzelfde. Ik zie de verdachte op mij afkomen. Ik roep: stop, politie, je bent aangehouden. Hij komt op me af en ik wil hem tackelen. En dan zie ik zijn gezicht vertrekken. Dat gezicht, mevrouw de voorzitter. Hij trapt mij opzettelijk tegen mijn linkerbeen. En direct voel ik een pijnscheut door mijn hele lijf. Ik voel iedere ader in mijn lichaam verbreden. Mijn hart slaat op hol en ik val op de grond. Ik kijk naar mijn linkerbeen en ik zie deze gedraaid. Halverwege mijn onderbeen, half onder mijn lichaam liggen. En ik weet, dit is fout. Dit is absoluut hartstikke fout. Een vlammende pijn bereikt mijn hoofd en ik gil. Ik kan het niet helpen. Maar op dat moment besef ik me ook dat ik hulpeloos en alleen ben. Ik lig op de grond, uitgeschakeld met vechtende mensen om me heen. Ik lig half op mijn rechterzij en kan dus niet bij mijn vuurwapen. Ik besluit uit pure wanhoop mijn linkerbeen recht te schoppen met mijn rechterbeen. Ik rol om en maak mijn holster open. Klaar om mijn vuurwapen te pakken en besluit. De eerste die mij wil schoppen, die sterft voor mijn neus aan een kogel. Mevrouw de voorzitter, deze emotie had ik nog nooit gehad of eerder gevoeld. En ik gun deze emotie niemand. En ik hoop dit nooit meer te hoeven mee te maken. Gelukkig hoor ik snel de stem van Naomi. Ze duikt bovenop mij en ik voel me direct een stuk veiliger. Naomi die doet wat ze moet doen en ze doet dit geweldig. In haar ogen zie ik dezelfde angst die ik voel, maar ik hoor professionaliteit in haar stem. Het oordopje van mijn portofoon lijkt te ontploffen. Iedereen is onderweg. Naomi roept en blaft als een waakse herder naar iedereen die probeert dichtbij ons te komen. Collega's zijn direct te plaatsen en tot mijn grote schrik zie ik hem rechts van mij nog staan. Ik roep tegen mijn collega's, dat is de dader. Mevrouw de voorzitter, ik ben een politieagent. Ik gebruik het woord dader niet. Wij spreken over verdachte. Maar hij is de term verdachte niet waardig. In het woord verdachte schuilt namelijk een zekere vorm van onschuld. Een uitweg, een sprankje hoop. Nee, mevrouw de voorzitter, hij is de dader. Volg het nieuws terwijl het gebeurt. De nieuwe app van RTL Nieuws. Download hem nu.